Het lijkt een uitstekend idee. Je bedenkt een nieuwe superheld en je lanceert daarmee een campagne om de verkoop van je stripweekblad aan te zwengelen. Een stukje van de tekst op de achterzijde van dit album Supergroom. Jawel, alweer een nieuwe Robbedoes. Nou, jullie weten, ik ben een enorme Robbedoes fan en elke gelegenheid die ik heb om te praten over Robbedoes, die grijp ik graag aan. En nu ik weer mijn plekje heb waar ik lekker kan filmen, bedacht ik me van, ja, nou wil ik toch eens heel eventjes mijn gedachten over dit album gaan delen. Laat ik eerst even ingaan op het hele idee van dat we nog weer zo'n reeks hebben. Want hoeveel Robbedoes reeksen hebben we inmiddels al wel niet? We hebben de hoofdreeks, die al sinds ergens de jaren 40 loopt, waarbij dit het laatste album was. Album 55, De Marsupilami is woest. Een bijzonder album, omdat de Marsupilami weer terug was. Gemaakt door Johan en Veelman. Maar alweer uit april 2016, hè? Dus die is al 4 jaar oud. En in die tussentijd, ja, is er geen nieuw album meer gekomen. Daarnaast hebben we nog een one-shot reeks die ook al heel wat jaren loopt. Nou ja, daar krijg je allerlei soorten verhalen in, met in allerlei soorten stijlen. We hebben natuurlijk ook nog de kleine Robbe, de spin-off. We hebben de Robbedoes special van Marc Legendre en Charles Cambré, die wat mij betreft echt veel te vroeg gestopt is. Dat vind ik echt jammer, want daar genoot ik van. Qua tekenstijl, qua verhalen, alles vond ik gewoon hartstikke leuk. Van mij had die door mogen gaan, hadden ze dat special eraf mogen halen en die gewoon de hoofdreeks mogen maken. Maar ja, wie ben ik? En wat doet de uitgever? Nou ja, naast alle Robbedoes die we hebben, lanceren ze er nog eentje. En waarschijnlijk een klein beetje, of dat nou puur voor dit verhaal is, of dat het echt zo is om Robbedoes uit het slop te halen. Want je weet dat stripfiguren hebben niet het eeuwige leven. Robbedoes is een jaar of 80 en die is inmiddels niet meer relevant. Al dus, even dit verhaal, het zijn niet mijn woorden. Dat is eigenlijk de boodschap die dit verhaal brengt. Dat doen ze even bij monden van Spip. Die opent in dit verhaal eventjes de dialoog met de lezer. En die gaat even uitleggen wat er allemaal vooraf gegaan is eigenlijk eventjes. Dat Robbedoes het eigenlijk aflegt tegen de superhelden waar iedereen tegenwoordig zo gek op is. En dat niemand meer weet wie Robbedoes is. En zichzelf dus opnieuw uit moet vinden. En om dat te doen, creëert hij een alter ego, Supergroom. En met wat uitvindingen van de graaf van Rommegum, gaat hij wat dingen doen, wat spectaculaire dingen doen. En de bedoeling is om zich daarna gewoon bekend te maken. Jee, dit is Robbedoes. Hoera, Robbedoes is er weer. En iedereen weet weer wie Robbedoes is. Ja, het lastige is, dat gaat natuurlijk niet zo gemakkelijk. Er gebeurt van alles, want duikt in één keer een tweede Supergroom op die ook allerlei dingen doet. En dat gaat helemaal mis. En op dat moment heeft Robbedoes zoiets van, ja, maar nou moet ik even oppassen, want als ik nu me bekend ga maken, dan krijg ik de schuld van die ellende. En dat wilde die eventjes niet. Nou, dat levert een heel bijzonder, zij het iets wat chaotisch avontuur op, met daarin een cliché slechterik, zou ik bijna zeggen. Een slechterik, een beetje een soort slugger van Crimson. Daar moest ik een beetje aan denken toen ik hem zag. Zo'n gast die met een hamer gebouwen neer kan halen. Nou, hartstikke leuk allemaal. Daarbij, aan het eind van het verhaal, hebben ze ook nog een epiloogje gemaakt. En zetten ze eigenlijk door om er een reeks van te maken. Dat is een beetje het plan daarin. En daar zit hem nou net even de kneep. Dat plan van om Supergroom hier een reeks van te maken. Want Supergroom wordt gemaakt ook door Johan en Veelman. Ook de mensen van de laatste Robbedoes. Nou ja, het laatste aantal Robbedoesen uit de hoofdreeks. En het idee is een beetje, en dat heb ik even niet van mezelf, dus ik beroep me even op de recensie van dit boek die ik gelezen heb op de Negende Kunst. En die gaven aan van, ze gaan kijken of dit een succes wordt. Als dit een succes wordt, dan gaan Johan en Veelman verder hiermee. En dan komt er een ander duo, tekenaar-scenarist, die mag de hoofdreeks verder gaan zetten. Nou ja, inmiddels zijn we al zoveel jaren zonder hoofdreeks, dus ik ben even benieuwd hoe ze dat zien en wat ze dan willen gaan doen daarmee. Maar oké, prima. Mocht dit nou geen succes worden, dan stoppen ze hiermee en dan gaan Johan en Veelman zelf weer de hoofdreeks doen. Dus eigenlijk is dit gewoon een experiment. Een experiment met Robbedoes. Dat doet mij als Robbedoes-liefhebber toch wel een klein beetje pijn. Dat ze op zo'n manier daarmee bezig zijn. En ik snap natuurlijk een uitgever, die moet geld verdienen, die wil geld verdienen. En de boeken moeten natuurlijk verkocht worden, dat snap ik. Maar dan toch, hè, om zo met je boegbeeld om te gaan. Want Robbedoes is niet
een stripfiguur die ontsproten is aan het brein van een tekenaar die heel creatief was en die daarna zijn leven lang met zo'n figuur verder ging. Nee, Robidoux is eigenlijk bedacht in opdracht van uitgeverij Dupuy als hun boegbeeld. Dat is wat ze voor ogen hadden. En dan zit er een plaatje in dat doet me een beetje pijn. En misschien is het gewoon in het verhaal dat dit bedoeld wordt en menen ze het niet echt. Maar toch, hè, het feit dat er dan staat dat stomme pakje dat hij nog altijd van zijn uitgever moet dragen. Ik vind het geen stom pakje. Ik vind dat het karakteristieke pakje van Robidoux, de piccolo outfit, daar herkennen we hem aan al zoveel jaren. Dus ja, ik heb hele gemengde gevoelens hiermee. Aan de andere kant bedacht ik me ook eventjes, want de tekenstijl wijkt behoorlijk af van de andere, van de hoofdreeks van Robidoux. Maar ik dacht van, stel nou eens dat ze dit verhaal nou eens gewoon in dezelfde stijl getekend hadden. Die epiloog weggelaten hadden en dit gewoon album nummer 56 genoemd hadden. Hoe hadden we er dan tegenaan gekeken? Hadden we dan gewoon gedacht van, wauw, hey, leuk album, leuk gevonden, leuk zijpaadje, weet ik veel. Ja? En dan hadden we een album 57, hadden we iets nieuws kunnen verzinnen. Ja? Ik noem maar even wat, het is maar een gedachte. Ja? Maar goed, dus het is een beetje lastig om uit te vogelen van, ja, gaan we hier meer van krijgen? Gaan we hier, is dit het enige? Ik heb geen idee hoe succesvol de reeks is. Ik ben natuurlijk wel even benieuwd, wat vinden jullie ervan? Hebben jullie hem gelezen? Wat vinden jullie gewoon überhaupt van het hele idee? Laat maar weten, laat die comments eens volgooien met jullie gedachten over Supergroomer. Over hoe zie jij de toekomst van Robidoux? Zie je die nog wel, ja, wel zonnig in eigenlijk? Ik niet, als ik heel eerlijk moet zijn. Eigenlijk ben ik gewoon bang dat door al dat geëxperimenteren en al die verschillende reeksen die ze gemaakt hebben over Robidoux, ja, dat we niet meer de mooie albums krijgen die we uit de tijd van Franquin of uit de tijd van Thomas en Jandri hebben gehad. Want die tijd is gewoon voorbij. En dan zou ik bijna zeggen van, jongens, laat de hoofdreeks stoppen. Stop dan mee. Het zou me pijn in mijn hart doen, want het liefst heb ik nog veel meer liever Robidoux albums. Maar eigenlijk zeg ik, laat dat stoppen. Ga gewoon verder met die one-shots. Ja, daar zijn we toch al zo lang mee bezig. En valt dit gewoon in daarin als zijnde een Robidoux door, zou ik bijna gaan zeggen. Dat ja. Eerlijk gezegd, voor mij hoeft deze reeks niet verder te gaan. Ik bedoel, het is wel Robidoux, maar het is toch anders. En ja, nee, ik heb liever gewoon de ouderwetse Robidoux. Maar ja, wie ben ik? Nou, ben je het er mee eens? Ben je het er niet mee eens? Laat het weten in de comments. Ik wilde in ieder geval even gewoon mijn verhaal doen over deze dit bijzondere verhaal van Supergroom, oftewel Robidoux als superheld. Tegen wil en dank. Hè? Ja, ik heb het tegen wil en dank ook maar gelezen. Laten we dat maar zeggen. Goed, ik ben benieuwd wat jullie allemaal in de comments gaan achterlaten. Ik ga ze lezen. En nou ja, mocht je hem nog niet gelezen hebben, toch nieuwsgierig zijn. Ik wens je toch leesplezier, want ik heb er geen spijt van dat ik hem gelezen heb. Hoor, dat zeg ik wel heel eerlijk bij. Dus veel leesplezier, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.